Even een slok koffie. Daily Minutes nummer 1490 met een uitzending voor vandaag, 5 december 2018. Dus de bulletin van woensdag. Vandaag is de data in een van de beste digitale modus die er is, Olivia 64-2K. Hij moet automatisch schakelen als het goed is. Ook zie je vooraf iets in het watervaldisplay. Olivia op de manier zoals dit is een spread spectrum MFSK mode. Het signaal is precies 2 kHz breed. Verder is er in de uitzending vandaag een geheel nieuw deel 5 van de nieuwe serie over spionageverhalen. We spreken nog steeds over George Blake, nog steeds in Moskou. Hij zou dat land niet kunnen verlaten zonder gearresteerd te worden. Zo schreef Blake in 1990 zijn autobiografie No Other Choice voor een Britse uitgever. De Britse regering stak daar echter een stokje voor, omdat ze niet wilde dat Blake aan zijn acties geld zou verdienen. Blake liet het hierbij niet zitten en spande later een rechtszaak aan vanwege schending van de mensenrechten, omdat de Britse regering vervolgens 9 jaar wachtte voordat ze een definitieve beslissing namen. Blake won dat en kreeg 5000 Engelse ponden schadevergoeding. Pas in 1991, dus 25 jaar na de ontsnapping van Blake, werden Michael Randall en Pat Bottle wegens hulp bij de ontsnapping aangeklaagd. Of was het naar Bottle? Blake getuigde bij de rechtszaak via een videoverbinding. De beide heren werden overigens vrijgesproken. In datzelfde jaar, 1991, verklaarde Blake in een interview met NBC News dat hij spijt had van de dood van alle agenten die hij had verraden. Op zijn 85ste verjaardag, dat was in 2007, kreeg Blake de Russische onderscheiding Orde van Vriendschap opgespeld door Vladimir Poetin zelf. Blake schreef een jaar daarvoor op 84e leeftijd zijn tweede boek, Transparent Walls, Doorzichtige Muren. Sergei Lebedev, de toenmalige directeur van de Buitenlandse Veiligheidsdienst van Rusland, schreef daarin het voorwoord. Hij stelde daarin dat hoewel het boek over het verleden ging, het naadloos aansluit op de situatie van het heden. Hij schreef tevens dat Blake op 85-jarige leeftijd nog altijd een actieve rol speelde in de Russische geheime dienst. Blake vierde 5 jaar later zijn 90ste verjaardag. Hij woont nog steeds in Moskou van zijn KGB-pensioen. Hij heeft zijn gezichtsvermogen grotendeels verloren, maar noemt zich nog steeds een overtuigd Marxist-Leninist. Blake ontkent een verrader te zijn en voelde zich immers nooit Brit. Om te kunnen verraden moet je eerst ergens thuis horen, maar ik hoorde nergens thuis, zo zei hij. Ook een jaar geleden voelde Blake zich nog sterk verwant met Rusland en met het communisme. In de verklaring van november 2017 verklaarde hij dat spionnen van dat land in de huidige tijd de moeilijke en kritieke taak hebben om de wereld te redden in een situatie van gevaar voor een nucleaire oorlog, zoals die opnieuw op de agenda is geplaatst door politici. Het is een echte strijd tussen goed en kwaad, aldus de als Nederlander in Rotterdam geboren George Blake op 95-jarige leeftijd. Na George Blake gaan we genadeloos over naar een andere Nederlander met een rol als dubbelspion. Het speelt zich hier echter af tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Christian Lindemans werd 10 jaar eerder geboren dan George Blake. Hij zou echter de leeftijd van 95 niet te bereiken. Lindemans, beter bekend onder zijn bijnaam King Kong, werd slechts 33 jaar. Ook Lindemans werd aangestuurd door de Russen. Hij deed het onder de bijnaam Freddy de Smet, Freddy met 1 i op het eind en de Smet aan elkaar vast zoals dat in België gebruikelijk is. Hij deed zich voor als officier van het Belgische leger en als SOE-agent met de security clearance bij de Nederlandse militaire inlichtingendivisie van de toenmalige SOE. Behalve als King Kong stond Lindemans in sommige kringen ook bekend als Le Tué, Frans voor de moordenaar. Dat was wat Lindemans deed, mensen uit de weg ruimen. Hij schoot al bij de minste aanleiding. Er wordt over gespeculeerd dat Lindemans lid was van de beruchte Z-organisatie in Rome van de Britse MI6-kolonel. Er wordt gespeculeerd dat Lindemans lid was van de Z-organisatie in Rome van de Britse MI6-kolonel Claude Dancy. Lindemans werd ervan beschuldigd dat hij de plannen voor operatie Market Garden, de slag om Arnhem, aan de vijand had doorgespeeld en in het bijzonder de aanval daarvan op Arnhem, waardoor de slag om Arnhem een debakel werd voor de geallieerden en met name voor Montgomery, die destijds al onder vuur lag van de Amerikanen vanwege eerder al dan niet vermeende blunders. Montgomery bevrijdde bijvoorbeeld wel de voor de geallieerden zeer belangrijke haven Antwerpen, maar niet de Schelde, zodat de Duitsers controle hielden over wie er wel en niet die haven in en uit konden. Als het waar is dat het door Lindemans kwam dat de slag om Arnhem mislukte, dan heeft hij er eigenhandig voor gezorgd dat de oorlog zeker 6 maanden langer duurde.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Microfoon naar retour.